Ja, en we hebben stof genoeg om dus nog een aantal weken door te gaan. Ja. Dus wat mij betreft krijgt het een vervolg, ook na vanavond. Ja. Deze hele sessie die we vanavond hier hebben en die we kunnen hebben, is allemaal ontstaan met het idee van deze studio, hè, deze SDG-studio. Hoe is het gegaan vanavond? Hier en daar waren er een paar wat hiccupjes. De studio staat pas sinds gisteravond, hè? Vanochtend. We hebben hem persoonlijk nog schoongemaakt vanochtend. De doeken zijn opgehangen. Iedereen heeft gedaan wat hij kon om de uitzending vanavond mogelijk te maken. Ja, en dat er wat technische problemen zijn, dan denk ik, weet je, daar kunnen we van leren. Zo is het. Dit is de eerste uitzending. Het is natuurlijk een redelijk... onder druk is dit tot stand gekomen. En dankzij de betrokkenheid van jullie allemaal is het gelukt. En ja, vanavond hoop ik dat we alleen maar kunnen leren. Ja, je bent al blij. Ik zie je helemaal in de hitte van hoe. Dat is ook de leukste. Dat mag. Wat dat betreft, ja, dat hoort erbij. Best een experiment. Jij bent dit gestart met je man en nog een aantal anderen die zich helemaal de vuur het stof hebben gelopen. Wat is nou jouw drijfveer geweest om het zo ver te laten komen? Dat we hier allemaal zitten en zo druk zijn geweest. Want we doen het allemaal vrijwillig. Ja, we doen het allemaal vrijwillig. We leven van de lucht. Maar ja, de lucht is natuurlijk wel iets bijzonders op dit moment natuurlijk in coronatijd. Het is niet iedereen gegeven om die lucht te hebben. We hadden dus tijd. Hè, en een aantal mensen om ons heen ook. En we zijn de SDG Hub gestart met het idee om te werken, dus lokaal aan de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Ja, en daar zitten een heleboel aspecten in waar ook corona nu impact op heeft. Hè. Allerlei domeinen van onderwijs tot veilige steden, armoede. Hè, dat zijn allemaal aspecten van de SDG's en die worden nu allemaal getroffen door corona. We hadden het idee toen we hier in dit pand begonnen om hier eigenlijk een live debatcentrum te gaan organiseren. Een beetje TEDx-achtig met interessante sprekers rondom alle thema's van de SDG's. Ja, en toen kwam corona. En toen dachten we, ja, maar als het dan niet live kan, dan gaan we het gewoon virtueel doen. En nou, ik ben niet handig, maar de mannen om me heen gelukkig wel. Dus de technische aspecten die konden worden ingericht. En toen was het een kwestie van de stad mobiliseren en kijken of er inderdaad behoefte was aan deze vorm van dialoog. En die is er dus. En die is er, ja. Wij kregen ontzettend positieve respons op onze plannen. Zowel van de sprekers die vanavond aan tafel waren, ook de gemeente die graag wilde participeren. Ja, en we hebben stof genoeg om dus nog een aantal weken door te gaan. Ja. Dus heel wat mij betreft krijgt het een vervolg, ook na vanavond. Ja. Hartstikke mooi. Iedere week een ander thema dat we gaan behandelen hier aan tafel. En in die breakout sessies, als het allemaal werkt. Dan goed. Ja, tuurlijk. En dat vind ik wel mooi. Dan zegt zij van, nou, ik ben dan niet zo handig. Maar het is wel dankzij Karin dat hier vanochtend een groot decorbouwer stond. Zo is het. Want handig in het regelen, absoluut wel. En dat hebben die jongens keihard gewerkt. Nou, het is gewoon een heel groot betrokken netwerk. Ja, geweldig. Het is stad, maar... Eigenlijk is het een dorp, want iedereen staat dicht bij elkaar. Ja, dat is heel fijn. Hartstikke goed, Karin. Dankjewel. Haal nog één keer de burgemeester van het dorp naar voren. En dan, mag je dat zeggen hier? Dorp? Mag je niet zeggen stad? Nee. Moet je wel eens in Wezen niet zeggen, bijna weg. Dan is het stad. Ik noem het altijd een dorp inderdaad. Want dat vind ik ook heel erg leuk, want dat geeft eigenlijk de gezelligheid. Ja, dat gezelligheid. Van deze stad. Dankjewel, Karin.